In de vergaderzaal van de Surinaamse ministerraad heeft premier Pengel welkomstwoorden gericht tot de Nederlandse minister-president meester Marijnen, nadat deze voor een bezoek van 11 dagen vergezeld van zijn echtgenote in Suriname gearriveerd was. Een van de eerste projecten die de heer Marijnen op deze kennismakingsreis bezichtigde was de Afobakka-dam en de daarbij behorende krachtcentrale. Beide onderdelen van het grote Brokopondo-plan. In de afgelopen maanden heeft het werk hier zich voornamelijk geconcentreerd in de centrale hal, waar men is voortgegaan met het verder installeren van de turbines en de generatoren die te zijner tijd elektriciteit zullen opwekken, waarvan het levendeel zal worden afgenomen door de thans nog in aanbouw zijnde nieuwe aluminiumsmelter in Paranam. Ook de aanleg van de installaties voor het schakelstation vordert in snel tempo. Minister Marijnen wierp ook een blik op het grote stuwmeer aan de andere zijde van de dam, waarin het water nog steeds stijgt. Voor de bewoners uit de ondergelopen dorpen zijn nieuwe woongemeenschappen gebouwd, waarvan Klaas Kreek de grootste is. De bevolking haalde de Nederlandse bewindsman en zijn echtgenote met grote spontaniteit in. Geeft u ons maar een arm, zeiden twee meisjes, dan zullen we u Klaas Kreek wel laten zien. En ze voerden hun gast naar het dorpshuis, waar men hem en zijn vrouw dansen van verschillende aard toonde. De overgave waarmee deze stamdansen van de Boslandkreolen werden uitgevoerd, werkte zo enthousiasmerend dat iedereen zich zonder aarzeling aan het obsederend ritme gewonnen gaf. Deze voor de heer en mevrouw Marijn een onvergetelijke ontmoeting kreeg nog een vervolg bij het vertrek, toen het hele dorp de gasten uit Nederland vrolijk dansend uitgeleide deed.